Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 3 november van weerplaza. Het wordt een fraai weekend, want een hoge drukgebied boven het noorden van Duitsland bepaalt het weer in onze omgeving. Het zorgt voor een zuidelijke stroming, maar vanochtend staat er niet al te veel wind. Hooguit een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 3 vanuit het zuiden. De zon die schijnt geregeld tussen de hoge sluierwolken door en de temperatuur die stijgt. Aan het einde van de middag is het 6 tot 8 graden. Vanmiddag wordt het maximaal 10 of 11 graden en dan staat er een matige wind vanuit het zuiden en de zon die kunnen we zien totdat ze ondergaat. Komende nacht wordt het weer koud met lichte vorsten aan de grond en morgen begint de dag weer koud, mogelijk met een paar mistbanken in de vroege ochtenduren. Verder ziet het er weer fraai uit met veel zon en dan wordt het ook nog wat warmer dan vandaag. Het wordt 11 graden in het noorden van het land tot zo'n 12 tot 14 in het zuiden. En de wind die waait morgen matig vanuit het zuidoosten, windkracht 3 tot 4. Volgende week hebben we ook nog droog weer, maandag en dinsdag. En woensdag wordt er nauwelijks neerslag berekend in onze omgeving. De temperatuur die stijgt zowel s'nachts als overdag. Het wordt op dinsdag bijvoorbeeld zo'n 14 graden in het noorden tot zo'n 16 of 18 in het zuiden van het land. En daarbij hebben we zonnige perioden. Wel zijn er op dinsdag en woensdag wat meer wolken te zien en mogelijk is dinsdag en woensdag kans op mist en laaghangende wolking in de ochtenduren. Ik ben Diana Voe van weerplaza.